Er zijn twee groepen samengekomen. De mensen die echt geïnteresseerd zijn in paddenstoelen. Daar hebben we toch een paar gidsen voor geregeld, mensen. Mooier kan je het niet hebben. Maar er is ook een oproep geweest op de scholen. Bij de kinderen die willen kennis maken met het bos en met de paddenstoelen. En u kent uw kind het beste. Houden ze van kliederen in de modder, door de bossen raggen. Ja. Dan komen ze bij mij mee. Ja, ja, even daar blijven. Even daar blijven. Anders vraag ik aan je ouders of ze je aan willen lijnen. Woensdag ga ik met het Milieuhuis mee op speurtocht door het Natuurmuseum met de kinderen. Ik heb het mijn stem nodig. Ik ga niet harder praten. Ja, mag ik even? Ja? Oké. U gaat het bos in en dat bos, soms denken de mensen van het bos in Spijkenissen. Ja, 35 jaar geleden was het nog weiland. En toen heeft Staatsbosbeheer er allemaal jonge boompjes in gezet. En dit is het resultaat na 35 jaar. Daar wil in principe helemaal niets. Omdat er veel dood hout is, zijn er ook veel paddenstoelen. Wat de mensen niet weten. Een paddenstoel is een kraamkamer voor insecten. Een paddenstoel verspreidt een bepaalde lucht. Daar komen duizenden vliegjes en kevertjes op af. Die pompen er allemaal hun eitjes in. De egeltjes, diverse soorten muizen, reetjes. Eekhoorntjes zitten er niet, maar die knabbelen ook van paddenstoelen. Niet omdat ze de paddenstoel zo lekker vinden, maar omdat ze op zoek gaan naar lekkere larven van die insecten. Dus als roofdier heb je het ontzettend goed in het Mallebos. Dan lopen we een meter tot aan deze rand. En dan kijken we of dat een paddenstoel is. Of we dat beter kunnen zien. Zien we allemaal een paddenstoel? Nee. Degenen die nee zeggen, die mogen nog een metertje naar voren komen. Kijk maar. Als we nou met onze laarzen hier dwars doorheen alles plat zouden trappen, staan er geheid nog een paar. Dit is een beurszwam. En die houdt van hele zachte grond. En als je hier knallig komt staan, dan het is zacht, het is een echte bosvorm geworden. Maar hij heet de Elzenkrulzwam. En waarom heet hij nou zoompje? Nou, als je naar de onderkant kijkt, dan zie je een opgerolde rand. Deze is al een beetje oud, dus hij is al ver open gegaan. Maar als ze jong zijn, dan hebben ze echt zo'n dichtgevouwen rand aan de binnenkant. De meeste van die paddenstoelen, die breken het hout af. Die geven een eerste aanzet om het hout af te breken. En dat betekent, hout bestaat uit een aantal stofjes. En zo'n schimmeltje, die haalt één stofje eruit. En weer een andere soort haalt een ander stofje eruit. En zo gaat de bindkracht van het hout verloren en valt het hout in flinters uit elkaar. Dat kan je dadelijk in het bos zien. Als we nu gaan lopen, lopen we allemaal achter elkaar aan. En dan weet ik dat. Nou, ik zou zeggen wat ze zeggen. Hier komen 5 soorten russula voor. Geel, rood en groen. En grijs. En deze is grijs. Maar er komt zoveel water die boom in. Dat kan die niet verwerken en dat water zoekt weer een weg naar beneden en lost ze wat suikers op. En daar leeft die schimmel van. Maar omdat die schimmel zoveel water opzuigt, komen er ook heel veel mineralen die die boom eigenlijk ook nodig heeft. En zo is er een samenwerking tussen een russula en in dit geval een eikenboom. Meneer, kijk daar! Deze meneer gaat jullie dadelijk vertellen hoe het werkt en hoe je er doorheen moet kijken. En dat je vooral niet aan de knoppen mag zitten. Nou, ik heb die groep daarheen genomen. Waar zijn die anderen heen? Ik heb nog geen groep gezien. Ook helemaal tegenaan. Zo zie je ze in het bos liggen. Zie je het al wat? Ja. Liggen ze als een sticht. Dichterbij met je ogen. Andere oog dicht. Want het is de bedoeling. Zie je het? Dat ze sporen. Ja. Wat zie je? Waar lijkt het op? Het lijkt op een noot. Dat is goed. Ja, dat moet je met één oog zo doen. Ja. Weet je wat dat is? Nou, kom eens. Dat is goed. Ja, heel goed. Kan die maar zwammen. Waar is mijn vergrootglas gebleven? Papa, mag ik hier een kijkje? Als je die meeneemt en je behandelt ze niet goed en je neemt er een glas wijn bij. Oh, je kan zo beginnen. Zoutkorrels zitten. Ja. En als je goed kijkt zie je de schimmeltjes zitten. Ja, want ieder mens heeft schimmeltjes. Ja. Nou, tegen je oog. Dit op je hand leggen, vasthouden en dichterbij brengen. De schone... Is het mooi? Ja, dat is mooi. Ja. Oké, de toevige labyrintzwam. Wat wil je hier nog?